Ja, kijk, het is maar altijd een romslomp tussen familie. Ons is een groot familie in die hele streek. Ja, bij tye vind ons mekaar hier, dezelfde plek en dezelfde tyd hier. Vandaag het ons een gemeenskap met elkaar gekomen, een groot groep mensen van Eerste Rivier. Het gekomen van Eerste Rivier Rugby Club Support. En ons waardeer het en ons sê vir hulle baie dankie. Nie net vir vandag hier, maar vir die hele jaar. Dat hulle ons ondersteun het deur dik en dun. En dan wil ons net vooruit mee sê, geluk met die wen. Geluk met die promosie. Liga geleenthede wat jullie krijgen. Gaan uit en geniet het. Doen wat jullie gewoonlijk goed doen. Aan ons boys, ons het niks om voor bang te wees. Ons het niks om voor teleurgesteld te wees. Ons het alles gegeven wat ons het. Daar was meer niks oor. Die tijd het net voor ons uitgeloop. En net ziet. Maar dat betekent niet dat het vandaag voor ons geëindig. Jullie is een groep jong mannen. Een jong mannen met een groot toekomst voor jullie. Vandaag het ons gewys in die tweede helft. Hoe kom ons sê, Rivas never quit. Nou, en ons hou bij ons motto, Rivas never quit. Vandaag is het misschien het einde van één of twee players, maar dat is niet het einde van de majority van jullie. Nee? So, vandaag wil ik voor jullie zeggen, baie geluk. Geluk, vandaag, hulle sê altijd ons leer uit die moeilijke omstandigheden. En vandaag is het gebeur. Ons het ongelukkig nie vandaag onze kansen gebruik, maar dat betekent nie jullie as losers. Kijk, als je kijkt naar de game zelf, ons momentum in de eerste helft het ons een beetje verloor met die staat. Ik denk dat het was een beginsel ding van ons het hulle te veel respect gegeven. En hulle kon ons definitief overpower bij die raaksituatie. En dan net in general play in term op defense. Het hulle ons één of twee keer omkant gevangen op ons defensive lijnen. Maar dat betekent dat ons een zwak verdediger is. Hulle het misschien net in die rechte lijnen op verdediging gehaard op vandaag in de eerste 20 minuten nie. Maar toen ons momentum kreeg. Toe konden zien hoe kom ons zo'n goede jaar gehad het. Ongelukkig het ons niet bereikt wat ons wou bereik het. Maar zoals ik altijd zeg, dit zal komen. Die mannen moeten sterk zijn, die mannen moeten houden. En hulle vertrouwen in die klap zit.